Yo, kijkers van Online Teams en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Motorsport. Nummer 6, goed jongens, sorry ervoor even. We gaan eerst natuurlijk de auto even oppimpen. Want dat hebben we nog niet gedaan. Ik weet het. Maar... Spuiten. Autospuiten. Die. Paint your car. Okay, ja, ik weet het. Lakwinkel. Oh ja, we moeten natuurlijk eerst even een sticker. Erop. Of zullen we maar vandaag even geen stickers erop plaatsen? Ik heb eigenlijk niet echt veel zin meer in stickers. Ik wil geen stickers erop. Ik wil namelijk wat anders erop hebben. De Mazda. Lak. Kijk eens aan. Zwarte titel. Een hele vet. Ja, dit lijkt meer roosachtig. Deze kleur ziet er zo mooi uit, hè? Met dan deze in het. Felrood. Dia. Rood of groen? Groen. Oké, die. Oké. Opstaan voor huldige auto. Oké, we hebben dus die opgeslagen. Nu gaan we erin rijden. Dat is altijd leuk om in te rijden. Oké, is goed. Rio de Janeiro. Die. We gaan erin rijden. Ik hoop dat het geluid goed staat. Ja. Oké, we gaan gewoon beginnen. Race 1 van de 6. Wereldkampioenschap Tour. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. So try not to get distracted by the view. Oké, nice. Ik ben benieuwd. We moeten een goede race, een goede presentatie inzetten. En benieuwd hoe ook de andere auto's staan. We zijn daar helemaal klaar voor. Mods, zullen we eerst in ieder geval de mods uitzetten? Mods. Afstellen. Nee.
Ik ga allemaal die mods verkopen, jongens. Oké, we gaan gewoon beginnen met de race. What the fuck? Check die andere auto's. Holy muck! Kijk, kijk die rode! Die rechts! Holy muck! 3, 2, 1, start! Oké, wat heb die? We hebben MP 995, dat zit ik. 997! Dat is de snelste. Ik heb 908 en 9. Doe eens. Ik ben niet de snelste. Dat vind ik, dat baal ik wel. Maar hij is wel super snel. Rondes. 4 en 5 rondes. 5, 4 en 5. Jongens. Oh, dit is even wennen. Dat het zo. Ja, hoe moet ik het zeggen? Zo snel is. Dat ben ik niet gewend. Maar het is een echte formule, jongens. Dit is pas een echte formule. Ik weet niet hoe ze dat moet staan. Ik sta 12. Is dat goed? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ben in ieder geval blij als ik boven de 10 ben geëindigd. Tiende. Oké. Weet je wat het is als hij snel is? Dan lekt hij een beetje. Via mijn PC lekt hij een beetje. Dus dat is een beetje klote. Ik zou hem niet doen. Kijk, bravo. Rio de Janeiro. Holy moly. Ik ben 100 kilometer de boog in een paar uur, jongen. Wie staat er? Ja, die nummer 11, die zet ik op 997, ik heb 905. Zo mensen zijn al uit de tunnel en ik moet erin. Dat ding is veel te snel, joh. Ik kan dat ding bijna niet besturen. Oh ja, mijn lab is al naar de Filistijnen. De spiegel van mij. Ik heb nog maar één spiegel. Ik sta weer 12. Eigenlijk had ik de auto op moeten trainen. Want ik ben qua snelheid ben ik dit niet gewend. Rij en gas. Hoppa.
dertiende zelfs. Ik weet niet als 13 de goede is, jongens. Eens even kijken. Staat nergens bij hoeveel slag ik moet worden, maar dat zien we wel. Bij Rio de Janeiro kan je namelijk zo. Ja, die bochten. Het is wel een mooie stad. Om hier in te rijden, maar qua snelheid is het niet fijn. Om in te rijden. Te veel bochten. Ik sta 13. Zo'n 3 van de 5. Heel misschien probeer ik dit wel eens op te voeren. Maar toch nog iets sneller gaan. Ja, ik sta 14 zelf. Ik kan niet bijna geen gas geven meer. Ik denk dat ik even de pitstop in ga, joh. Natuurlijk sta ik onderaan. 24 minuten, dat ga ik. Ik moet de snelheid weer aan, hoppa. Mijn ramp is nog niet... Jezus Christus, veel te snel gaat dat kudding. Sorry jongens, maar die snelheid, ik kan het gewoon niet aan. Zo. Veel te veel bochten. Ik wil laten, maar dat had ik denk ik wel een beetje verwacht hoor. Het is een wereldkampioen ding, hè. Het zou het zijn, het staat op je moet eerst worden.
had daar nog niet gevonden. Nou, ik zie ze weer. Daar rijdt het niet, hè. Probeer om in ieder geval niet laatst te worden. Maar bij niet laatste. Dat is een beetje fijn. Zo. En ik sta weer hier zo. Daar is af. Hey vriend, kan je niet uitkijken? De laatste ronde al, hè? Ja, dat is goed zo. 21, ik ben best wel tevreden. 21ste. Ik moet het toch opnieuw doen. Finish in de top 3. Ja, daar heb ik een veel te langzame auto voor. Hoeveel geld heb ik eigenlijk? Staan we in die Bugatti? Oké. En dan gaan we eens wat de auto opvoeren. Misschien werkt het. Hoe doe je dat? Upgrade vehicle. With quick upgrade, choose a target car class, and we will. Okay. Kan ik ze onder niet verwijderen of moet die ook kiezen? Ik heb die.
of niet? Installeren. Even kijken. Personalize your cup with quick upgrade. Ah, damn it, hij is te snel. Oké. Okay. Even in en stappen. Ja, daarmee kom je niet ver mee, ik weet het. Dit is een geschikte auto. Kopen. Ik zie dat 8.1. Maar dit, daar moet je voor betalen. En dat hebben hun! Maar ik kan dat niet. Dus dan is het die 7.6, 7.6, 8.2, 8.0, 8.1, 8.2, 8.2, 8.4, 9.5. DLC, dan moet je voor in het echt betalen. Zoals deze moet je voor betalen. Oh wacht, natuurlijk, deze heeft wel een 7,9. Nou goed, weet je wat, dan laat maar even zitten, dan zien we het wel. Dan zien we wel de volgende keer. Ik ga het hier op letten, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer dan maar weer, jongens. Mazzel!